Ah, bijna klaar, maar het ergste moet nog komen. Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play Pikmin 2. Ik ben er weer, Zelda Play 20, terug met een nieuwe aflevering. In de vorige aflevering hebben we de shower room helemaal compleet gedaan. In deze aflevering gaan we dus weer terug naar de Perplexing Pool. Om dus nog wat obstakels aan de kant te gooien. Hopelijk wat treasures boven voor ons te vinden. En die laatste dungeon ook te lokaliseren. Waar je uit het hoofd alleen maar met blauwe Pikmin terecht kan komen. Maar daar komen we later nog wel op. Dus in deze aflevering wil ik eigenlijk een beetje veel blauwe Pikmin bij me hebben. Hoeveel hebben we er? 108. Nou, dat is meer dan zat. Ik denk dat we er een stuk of 70... Weet je wat doen we? Ja... Ik zit te twijfelen tussen 60 en 70, dus dan gaan we maar voor 65. En dan nemen we dus geen paarse mee. Want we krijgen heel veel waterhazards die we dus zeg maar op moeten lossen. Daar kunnen we de paarse niet echt voor kunnen gebruiken. En dan wil ik de gele even meenemen. Ook 35 stuks daarvan. Voor dat elektrische hek wat we daar hebben gevonden. Dus dan is het wel handig om gelijk eventjes zoveel mogelijk gele weer mee te nemen. Goed. Dan weten we dat we dus hierachter moeten wezen. We hebben daar al heel erg veel vijanden uit kunnen schakelen. Dus kunnen we hier rustig naartoe lopen. We hebben daar nog een... Oh, jullie zijn gerespawned. Vervelende beestjes. Oké. Okay. Nou, jullie krijgen geen Pikmin van ons. Willen jullie stoppen met zo rond te lopen? Dat is irritant. Daar zou ik eigenlijk best wel mijn paarse voor willen hebben eigenlijk. En jij gaat niet sneaken. Oké, nou jullie zijn klaar. Mooi. Dan weet ik niet of er nog een tweede lag, maar het probleem is dus... die yellow wallywalk die daar ligt. Dus daar wil ik toch mijn blauwe voor meenemen. En ja, ik weet het. We zijn enorm gewend aan onze paarse attack team. Maar dit moeten we toch met de blauwe gaan doen. Dus nou hoop ik niet dat we te veel blauwe hier kwijt geraken. En ik zie er een gele tussen zitten. Weg! Oké, kom maar jongen. Jij komt niet, hè? Goed, dan kom ik jouw kant op. Kom jij nou... Spring deze kant nog eens even op. Draai maar even rustig om. Neem tijd. Oké. En erop gooien, erop gooien, erop gooien, erop gooien, erop gooien, erop gooien, erop. Oh, stop maar gooien. Fluiten. Oké, we zijn nog geen kwijt geraakt. Dat is alleen maar gunstig. Oké, dan zorg ik weer even tot de rustig kan landen. Gooi er weer wat Pikmin op. Oké, we hebben verslagen. Mooi. Goed. Je wilde blauwe Pikmin eventjes aan deze brug laten werken. Ik denk dat er even 30 er goed genoeg voor zijn. En... op, weg met jou. Toch weer extra nectar. Even kijken, we hebben 35 blauwe bij ons houden. Zo, werken jullie even aan die brug. Jij hebt geen zin in die brug, prima. Dan gaan we dus heel even verder hier eventjes onderzoeken wat we hier dus verder kunnen doen. We weten dat daar dus die gele powerhack zit. Dus daar willen we wel een beetje voor uitkijken. En er zit daar nog een gele wallywalk. Ik haat die beesten. En daar wil ik dus heel voorzichtig voor zijn. Zeker omdat daar dus dat hek bij zit. Oké, we gooien er heel even wat Pikmin op. Voorzichtig. Oké, we hebben ze allemaal. Ga je weer springen? Ja, jij gaat weer springen. Goed zo. Ik vind het niet erg als jij springt, want dan kan ik namelijk heel erg goed opletten hoe dat ik mijn aanval ga doen. Niks eronder. Goed zo. Nou, dan wil ik de rest van de blauwe Pikmin die we bij ons hebben, die wil ik heel eventjes laten werken aan dit hek hier. Zoals je daarachter al ziet, er ligt alweer het een en ander klaar voor ons. Oh, wacht even. Er zit hier een stom beest. Oké, stom beest is weg. Hoort zo. Dan kun jij hier al eventjes aan gaan werken. Dan kunnen we heel even terug naar het gele team. Kunnen we kijken. Oké, de brug is klaar. Dat is alleen maar gunstig. En hier moeten we dus zeker heel voorzichtig... Oh, boy. Ah, we zijn één gele kwijt. Dang. Ah, ik mis mijn paarse team af en toe. Oké, nou, we kunnen ze heel goed eventjes hier splitsen. Daar staat die ene blauwe nog steeds niks te doen. Want wat we willen doen is, we willen dus de gele Pikmin, die willen we hier overheen gooien. En dan zien we dus dat ze bij die treasure uitkomen. En dan willen we dus die gele eventjes roepen. En dan zul je dus zien dat die gele echt geen idee hebben hoe dat ze daar dus verder moeten. Maar omdat ze daar dus nou veilig aan die kant staan, kunnen we ze dus rustig hier naar het hek toe sturen. En dan kunnen ze hier rustig aan het hek gaan werken. Nou, die andere blauwe die we daar nog bezig hebben, daar kunnen we op het moment niks mee. Want je wil hier je kapitein zeker bij hebben.
Dus dan willen we even goed luisteren naar het geluid als, die hek, als dat hek klaar is. Want we moeten ze wel weer teruggooien via die kant om de Pikmin niet te laten verdrinken. Want Pikmin die vinden het nogal... Die zijn er nogal heel erg fragile in. Oké, nou, we zijn één gele kwijtgeraakt. Dus kunnen we deze heel eventjes meenemen om eventjes die zware muur even omlaag te werken. En die treasure die daar ligt, die willen we dus ook echt laten brengen door de blauwe Pikmin. Dus we kunnen ze heel eventjes aan dat muurtje daar laten werken. Dan gaan we heel voorzichtig even hier staan. Er zijn er ook andere manieren. Je kunt ook de Pikmin aan de overkant gooien. Zodat ze dus zeg maar niet de moeilijke route kunnen nemen. En dan hebben we de gele volgens mij ook verder eigenlijk niet meer nodig. Oké, nou ondertussen dat klaar is. Ja, ik knip heel eventjes naar voren tot het klaar is. Want nu is het even alleen een wachtspelletje. Dus ik zie jullie in een seconde. Oké, daar is hij weer klaar. Dan wil je gelijk je Pikmin fluiten en dus de goede kant op gooien. Of gelijk eventjes zorgen dat ze dus zeg maar niet automatisch het water in gaan lopen. Omdat hun hebben hun zwemdiploma niet gehaald. Excuses. Oké, nou dan willen we dus die hele Pikmin gelijk eventjes terug op een veilige plek neerzetten. Maakt niet echt zoveel uit waar dat we ze neerzetten. En dan gaan we dus zeg maar verder met de blauwe Pikmin die we daar achter nog hebben staan. Dus ik laat de gele Pikmin eventjes rustig hier staan. Die kunnen even veilig hier blijven staan. En dan gaan we dus heel even kijken hoe dat met ons blauwe team is. Want we hebben het blauwe team dus nodig om die treasure mee te nemen. En daarachter hebben we dus ook nog het een en ander om te exploren. Maar er is nog veel meer om te exploren. Ik denk dat ik eigenlijk deze kapitein heel eventjes hier ga laten. Dan kunnen we dan dadelijk daar nog extra blauwe meenemen. Oké, jullie zijn ook klaar. Dat is alleen maar gunstig. Want dan kunnen we dus jullie alvast meenemen. Jullie kunnen eventjes dat ding meenemen. Ik geloof dat er nog maar 4 voor nodig waren. Ik gooi er even 5 neer. Dat maakt niet echt zoveel uit. En dan moeten we dus heel voorzichtig wezen. Want we hebben dus dadelijk witte Pikmin nodig. Om dus een treasure op te graven. Die aan deze kant van de map zit. En die treasure die wil ik toch alvast een beetje uit de weg hebben. Zodat we toch alvast een beetje extra progress hebben. Want we hebben hier deze muur hier naar beneden gehaald. En er zitten natuurlijk weer yellow wallywogs. Ik haat die beesten. Dat heb ik jullie al vaak zat verteld. Eerst eventjes die yellow wallywog. Kom maar. Ja, ik heb liever eerst even dat je springt. Dat vind ik nog altijd de beste methode om hun namelijk aan te vallen. Oké, alles staat boven. Dat is gunstig, want er kan er niks onder liggen. Waardoor dat we geen Pikmin kwijtraken. Fluiten we eventjes alles op. Hij springt er onze kant op. Gooien we weer nieuwe Pikmin erop. Springanimatie. Niks zit eronder. Goed zo. Oké, hij is verslagen. Want hier zie je dus zeg maar de meter helemaal wild gaan. En dat heeft een reden. Omdat daar zit namelijk ook een treasure verborgen waar we witte Pikmin voor nodig hebben. Oké, nou dan gaan we heel eventjes hier die waterdappels heel eventjes killen. Ah, hij heeft een blauwe te pakken, verdurie. En als ik me niet vergis, hebben we hier dadelijk ook nog de witte voor nodig. Maar goed, wat we gaan doen is, ja, die ene blauwe die zit daar heel eventjes vast. Dat maakt niet echt zoveel uit. We willen heel eventjes wachten. Dan gaan we onze andere kapitein even pakken. Die brengt even gelijk die gele terug. Dan nemen we daar even witte voor mee in de plaats. En ondertussen is die ene treasure, die bottle cap, die is dus ook gehaald. Is toch 100? Dat is psst. Zoveel moeite voor één bottle cap. Serieus, 100 poko's. Nou ja, vergeet niet. Dat is meer als een jaarsalaris, zoals we ondertussen weten. Gele hebben we op het moment niet nodig. Dus de gele die kunnen heel eventjes terug. We hebben maar 59 gele. Dat is eigenlijk best wel weinig. Wacht. We hebben hier nog een paar gele. Die mogen hier ook even bij. En deze blauwe die nemen we ook heel voorzichtig zo. Want wat we nou moeten doen is eigenlijk best wel een dangerous job. Ik denk dat we iets van 30 witte Pikmin even meenemen. Maar vergeet niet, witte Pikmin die hebben ook hun zwemdiploma niet gehaald. Wat we willen doen is, we willen heel eventjes de witte Pikmin hier naartoe brengen. Die willen we hier overheen gooien. Dus moeten we heel even goed mikken. Kan ik even de camera even voorzichtig draaien? Weet je wat, we gooien ze gewoon even hierboven op deze ledge. Ik denk dat dat zat is. Oké, jullie wachten heel eventjes hier. En dan wil je ze dus voorzichtig hier naartoe brengen, naar dit eilandje. Want er is namelijk een secret die ze daar kunnen even opgraven. Nou, om... er worden Pikmin gepreoten. Of niet? Nee. Ze hebben hem al gekild. Oké, dan is het goed. Dude. Oké, we hebben een hele grote ui. Nou, het nadeel is, de Pikmin, witte Pikmin, die zouden deze dus niet mee naar basis kunnen nemen. Nou,
We kunnen nou ondertussen eventjes de witte Pikmin alweer terugbrengen, want het is nou boven ons. Dus we kunnen de witte Pikmin weer gelijk eventjes naar de andere kapitein brengen. Even multitasken weer hier. Dan kunnen we de blauwe Pikmin eventjes gelijk opdracht geven om dus hier gelijk dat ding mee te nemen. En dan hoeven we ons daar geen zorgen over te maken, want die zullen dus zeg maar bij basis komen. Goed, jullie fluiten we eventjes terug. Dan zijn we weer terug met 30 witte Pikmin. En als wij dan hier naartoe gaan... Oh, daar hebben we nog dat beest liggen zelfs. Nou ja, die kunnen de witte Pikmin ook wel aan. Ze zijn niet zo krachtig in aanvallen, maar hun kunnen behoorlijk best wel een flinke knal uitdelen. Dus op zich... Ja, laten we eerst even dat beest even aan de kant gooien. Hi! Ik kom heel even wat Pikmin op je gooien. Vind je vast zeker niet erg. Nee, jij mag geen Pikmin eten. Oké. Okay. Ja, nou is hij. Nou is hij. Einde oefening. Doei! Oké, nou, die hebben we dus ondertussen terug. En dan geloof ik dat hier namelijk achter... dat is die treasure. Ik weet ook zeker dat hier ook nog ergens een treasure lag onder water. Ja, hier gaat die meter omhoog. Even zoeken. Ah, die radar is af en toe zo handig. Nou, dan kunnen we dus hier zien dat we dus hier ook nog een extra treasure hebben liggen. Die dus ook begraven was. En dat kan alleen maar als hier het water is gedrained. Dus als het water hier weg is, dan kun je pas deze treasure hier meenemen. Ik zag hier die ene blauwe staan. Die wil ik gelijk even meenemen. Niet dat hij dus achterblijft, want we willen geen Pikmin achterlaten. Oké, dat ding is meegenomen. Dat neemt ook gelijk alle 30 Pikmin mee. Dat is alleen maar gunstig. Dus het komt al gelijk terug bij basis. Dus we hebben de ui gevonden die dus daarachter te vinden was. Echt ook weer één enorme moeite die je moet doen voor een treasure die heel moeilijk verborgen daar ligt. De Onion Replica. Als jij het een replica vindt, jongen, ik vind het best. Goed. Nou, met dat gedaan te hebben, lopen we even snel terug naar basis. Dan kunnen ze dus die steen die ze daar hebben gevonden. Het lijkt wel op een fossiel of een shell van een shellwezen. Even kijken, we hebben hier 31 blauwe. De andere blauwe, die... Waar zijn de andere blauwe? Oh ja, die staan nog bij onze andere kapitein. Dus die lopen we ook eventjes mee terug naar basis. Maar volgens mij zat hier verder niets meer. Eventjes nog heel even snel een ronde lopen. Want de dag is alweer bijna voorbij. Echt, dagen die gaan hier enorm snel voorbij, moet ik zeggen. Ik denk dat je een kwartier per dag hebt. Oké, dat ding is ook terug. Ja hoor. Fortified Delicacy. Juist. Zal wel. 60 poko's. Ook weer, niet zoveel moeite die er... Hallo. Oh, mijn controller doet raar. Oh ja, af en toe moe van. Oké, nou, we zijn bijna op het einde van de dag aangekomen. Dus ik denk dat we nou richting die cave maar moeten gaan. Want ja, we hebben nou wel wat treasures weer te pakken gekregen. En de weg naar de gevaarlijke cave gevonden. En, ja, daar kunnen we dus alleen maar naartoe komen met blauwe Pikmin. Dus we willen de witte Pikmin teruggooien in de onion. En dan ga ik heel even kijken hoeveel... 53? Ik wil dat toch ietsje meer hebben. Oké, alle witte Pikmin die mogen terug. Ik denk dat ik iets met 70 blauwe Pikmin ga. Hopelijk halen we dat nog. Even hem op 70 gooien. Helemaal goed. Nou heb ik er 76. Wacht, dan mis ik er toch 6. Waar mis ik nog wat Pikmin? Oh, daar bij de Citadel of Spiders. Oh boy. Nou ja, dan maar 76 Pikmin. Dat maakt niet echt zoveel uit. Oké, de reden waarom dat ik dus niet met een volledige squad van 100 ga, heeft een reden voor de dungeon waar we naartoe gaan. Jullie ook nog even? Hoi. Jullie even mee? Oké, dan zitten we op 3. Hallo. 4. En als ik me niet vergis, de Pikmin die we niet bij ons hebben, die zullen automatisch gelijk richting de pot gaan. Even kijken hoor. Daar hebben we Glutton's Kitchen. Ik weet niet waar die andere blauwe zit. Oh, die zitten daar in de hoek vast. Nou ja, dan wordt het dus echt een reddingmissie. Op het moment dat we dus de cave in gaan, zullen die blauwe Pikmin automatisch richting de onion gaan. Waardoor dat het dus niet een left behind verhaaltje wordt. En nou hoop ik dat die cave gewoon open staat. Kunnen we hier rustig doorheen rennen? We rennen gewoon. Ah, hij heeft er een te pakken. Kom op. Oh, we moeten rennen. Oh, we raken heel veel Pikmin kwijt. Oké, goed. We zijn bij de dungeon. Niet een dungeon waar ik graag zou willen zijn, maar we zijn er.
interesting deeper sections of this hole seems to be submerged in liquid. Sadly, I am delicate piece of machinery that is sensitive to water. You two must go alone. Why do you look at me with such scornful expressions? I am expensive. I am an expensive machine. Fine, I'll go. But this wantonly reckless treatment of company property will be reported. Nou, wat jij wil. Oké. We zijn best wel veel Pikmin bij. Oké, gewoon erin. Oké, we hebben 64 van de 72. Dus alle Pikmin die we niet bij ons hebben, die zullen automatisch teruggaan in de onion. Als ik me niet vergis. Deze dungeon, daar kun je alleen maar inkomen als je dus blauwe Pikmin bij je hebt. Andere Pikmin kunnen hier niet naar binnen toe en we hebben wel alle hazards. Dus dit kan nogal gevaarlijk worden. Nou zijn er mensen die hebben het spel gehackt en die zijn er al gelijk binnengekomen met andere kleuren Pikmin. Maar op het moment dat je de dungeon ingaat, zullen deze Pikmin ook automatisch veranderen in blauwe Pikmin. Omdat deze dungeon echt blue only was. Dus ja, we gaan dit team zeker in met onze Pikmin. De rest zal automatisch, als ik me niet vergis en ik hoop het zo erg, richting de onion gaan. Want anders hebben we maar 2 seconden om ze namelijk terug te brengen en dat zal nogal vervelend zijn. Oké, we zijn in de Submerged Castle. Nou jongens, dit is de dungeon waar iedereen op zat te wachten tot ik deze les ging doen. Hier ben ik niet echt blij mee. Aangezien dat we al gelijk zien wat voor vijand we daar hebben. We zien ook al gelijk heel veel fire hazards. En deze dungeon die gaan we dus doen in de volgende aflevering. Dus ik dank jullie voor het kijken en ik hoop jullie allemaal te zien bij de volgende aflevering van Let's Play Pikmin. Heb je vragen nog maar een keer? Laat het weten in de reacties als je daar tijd voor hebt. Laat een like achter als je daar tijd voor hebt. En ik hoop jullie allemaal te zien bij de volgende aflevering. Bedankt voor het kijken jongens en tot de volgende keer. Doei!